Ja, hier zijn we binnen. Dit is de eigenaar. Ja, klopt. Tom van Vliet. Ja. Hoe lang doe je al het bedrijf? Sinds 1980 zijn we begonnen, samen met mijn vader. Het is wel een familiebedrijf. Wel een familiebedrijf, ja. Samen met mijn zus. Zo zijn we al bijna 25 jaar bezig. Jullie hoofdboot is stalling of ook onderhoud? Nee, we hebben echt stalling en onderhoud. Dus beide. Het is wel echt een combinatie. Echt een combinatie. Ja, want jullie zijn ook BOVAG-lid. Ja, zijn we ook. Ja, ja. Dat is toch een vertrouwd gezicht voor de meeste mensen natuurlijk. Ja. BOVAG is van nature. Ja. Dus als de BOVAG staat, dan is het sowieso goed. Ja. Ja, het ziet er ook super verzorgd uit hier. Dankjewel. Wat me opvalt is de speciale bruggen. Ja. Zodat je ook mooi kan werken. En wat mijn naam opvalt is ook hoe schoon jullie werken. Ja. Heel, ziet er echt top verzorgd uit. Ja. Daarvoor hebben jullie ook de Tona werkbanken. Ja, klopt. Ja. Ik heb er al redelijk wat gezien. Kun je mij een kleine rondleiding geven? Ja, natuurlijk. Ja, dus hier hebben we dan zelf wat creaties van de Tona gemaakt. Ja. We hebben zelf een auto werkblad opgemaakt. We hebben een hele mooie hoekwerkblad van gemaakt. Het is een beetje ook de zaaghoek om... Ja, de zaaghoek. Je ziet al een draaisluik aan elkaar aanhalen. Ja, hier doen we eigenlijk alles... Ja, monteren, maken en voor de schades. Die mooie laden van de Tona's. Ja. Ik heb er geen rommel en is dat super. En, hier nog een kast staan. Hier voor de plakbandjes. En de sleutels, overige die we kwijt zijn. Veel sleutels. Ja, veel sleutels, ja. En waarom zijn jullie uiteindelijk bij de Tona terechtgekomen? Omdat het eigenlijk kwalitatief een mooi spul is en betaalbaar. En dat geeft een mooie uitstraling. Het ziet er verzorgd uit, absoluut. Ja, ja. Ja. Nou, dan hebben we daar ook nog een camperwerkplaats. Lopen we even heen? Ja, daar doen we wel het onderhoud van de campers. Nou, en dan valt het oog natuurlijk meteen op een, op een hele mooie werkplaats inrichting. Ja. Hier staat nog wat. Nou, hier hebben we dan ook nog een werkbank van de Kijk, Tona. Hier staat weer een werkbankje. Ja, zelfs de kabelhardpomp van de Tona hebben we onder de werkbank gemaakt. En natuurlijk lucht. Onmisbaar. Onmisbaar, ja. Ja. Nou, en hier hebben we weer allerlei gaspulletjes voor de gasleidingen, de gasslangen. Daar kunnen we alles op maat maken. Dus ja, ik ben wel fan van de Tona, kan je wel zeggen. Nou ja, jullie hebben ook veel staan. Jullie zijn in ieder geval de eerste klant waar zoveel staat. Oké, dat is mooi. Hier zie ik nog weer een gereedschapwagentje staan. Ja, daar hebben we er 5 van. Met een hele mooie verlichting. Ja, ik ken ze. Ik ken ze, mooi. Nou, dan, als we dan naar de andere kant lopen, dan daar staat er nog meer. Nou, nog 2. Hier is eigenlijk het werkplaatskantoor. Die hebben we omgedraaid. Daar zitten ook wel allerlei toestandjes in. Ja, het ziet er echt super verzorgd uit. Nou, dit is de laatste werkbank dan. En hier liggen weer onderdelen in van de caravans. Hier ook al bouten en moeren. Heel bouten. Ja, en allerlei andere hokjes die we nodig hebben. Dus ja, het is allemaal netjes en verzorgd. Het wordt niet vuil. En wij zijn er heel erg blij mee. Hey, en wat is jullie klantenkring? Is dat wel regio gebonden of is dat bijna landelijk? Want... Er komen zelfs mensen uit Limburg of Groningen, zeg maar, deze kant op. Ja. Om de caravan te stallen of om onderhoud te laten? Nou, meestal onderhoud te laten. Of een vloer opvullen of een dakluik te vervangen. We weten gewoon via dat wij het goed doen. Dus ze komen nog graag deze kant. Nou, we hebben een mooi beeld kunnen krijgen van Fleet Caravans. En ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek. Ja, graag gedaan. En wij gaan op naar de volgende klant. Ja, bedankt voor je bezoek.